zevenjarige Ismaël mag de wedstrijdbal bezorgen bij scheidsrechter Jesse Roosendal. Het supportertje werd onlangs over het hoofd gezien door de supporters van VVV. Dat wordt op deze manier goed gemaakt. VVV tegen Jong Ajax. Het zijn de nummers 6 en 15 in de keukenkampioendivisie. Jong Ajax met maar liefst 5 wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd die het verloor vorige week maandag tegen Jong Utrecht. Zo is er een basisplaats voor Christian Rasmussen. Hij krijgt de kans om de score te openen. Rasmussen, die afgelopen week zijn contract verlengde bij Ajax tot de zomer van 2027. Linsson voor Jong Ajax en de redding van Ennio van der Gouw. Jong Ajax is wat sterker en wat nadrukkelijker aanwezig in de eerste 20 minuten. VVV bezig aan een hele slechte serie. De laatste 5 wedstrijden slechts 2 punten. Volgende mogelijkheid voor Jong Ajax via middenvelder Patrickson Delgado. Hij de vervanger op het middenveld van de geschorste Silvano Vos. 0-0 de ruststand in de Kuhl. Echt spectaculair werd het niet in de eerste helft. Dat is in de tweede helft anders. Dit is Mika Gods die heel dichtbij is. De Belgische jeugdspeler, overgekomen van Genk. Speelde ook nog voor Anderlecht. En opent bijna de score voor de formatie van Dave Vos. VVV bijt wat meer van zich af in de tweede helft. Braken kaatst. Dit is Smans. Met de beste kans tot dan toe voor de formatie van Rick Kruis. VVV ligt nog altijd wel op koers voor de play-offs. Maar is dus niet in vorm. Bal op de billen bij Braken. Smans probeert de bal vrij te maken. Smans, en daar is de redding van Tom de Graaf. De tweede helft is een stuk aantrekkelijker dan de eerste. Hoekschop VVV dan. Gekopt door Braken. Jong Ajax krijgt de bal niet weg. Maar kan uiteindelijk wel counteren. Kruis ziet dat het iets beter gaat met VVV in de tweede helft. Linsson komt er daar niet aan. Kees de Boer. Ruimte gevonden bij Lathouwers, de rechtsback die mee opgekomen is. En in de korte hoek de redding van Tom de Graaf. VVV overigens zonder verdediger Coglin en zonder de geblesseerde Berde. Bijna was daar Braken. Invaller Venema probeert het. VVV dringt wel wat aan. Maar heeft te veel kansen nodig om een doelpunt te maken. Hoekschop Jong Ajax dan. Verlengd en van dichtbij op de paal gekopt door Rasmussen. Bij de eerste paal verlengd door verdediger Olivier Aartsen. En daar was bijna de voorsprong voor de ploeg van Dave Vos. Gevaarlijke hoekschop. Eerst Aartsen en dan dus Rasmussen. Die had er wel in gemogen. Het is wel de fase waarin Jong Ajax sterker wordt. Linsson bereikt Adjani Marta. Marta. En hier helemaal vrij Stanis Muzambo, die zelf niet helemaal tevreden is met de voorzet. Maar zijn schot is wel bijna raak. En er komen meer mogelijkheden voor Jong Ajax. In de omschakeling ligt er behoorlijk wat ruimte voor de bezoekers. Marta. Braken is zelfs helemaal mee terug. Die maakt zich hier wat breed. En dat vindt de scheidsrechter een overtreding en dus een strafschop. Scheidsrechter Jesse Roosendal legt de bal op 11 meter. Braken, de dader, is witheet. Maar doet dit natuurlijk ook niet erg handig. Linsson achter de bal en het is 0-1 in de 83ste minuut. Komt Jong Ajax op voorsprong. Prima penalty van Linsson. Dan komt er 5 minuten extra tijd. Is de keeper van VVV mee naar voren. En kan Jong Ajax hier counteren en op weg gaan naar de 0-2. Mika Gods. Het doel is leeg. Gods. Maar hij krijgt de bal er niet in. Ideale mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen. Hij kan er wel om lachen. Maar toch slechts als een boer met kiespijn. Het blijft bij die 0-1. En dus mag VVV diep in de extra tijd toch nog hopen op een puntje. Jong Ajax wat in paniek hier. VVV geeft niet op. En de bal valt uiteindelijk hier voor de voeten van Braken. Braken! En dat scheelt niet veel. Zo wint Jong Ajax met 1-0 in de Kuhl.